Tja, de grote vraag is natuurlijk waarom we deze film hebben gemaakt. We zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en Evac was zoiets van oké, we gaan echt next level, iets wat we nog nooit eerder gedaan hebben. We gaan tijd nemen voor het script, voor de productie. En laten we gewoon echt iets maken waar echt dicht bij onszelf staat. Dus daarom Evac. You gotta be cautious at all time. You understand? Yeah. Yeah, that's clear. Понятно. Boom, snipers! Bravo, this is Alpha 6. We're under attack. You gotta leave him, Eric! Go! Go! Rayo, this is Burden. We've got hostile movement right ahead. We ain't gonna hurt you. Eric, don't. Stop. No! Okay. And 3, 2, 1, actie! Evac heb ik denk ik zelf ervaren als iets waar we onszelf meerdere malen hebben overtroffen. Ik bedoel, wat wij voorheen maakten, van korte video's, korte sketches, naar iets zoals dit. In eigenlijk elk opzicht zijn we een stuk beter geworden, hebben fucking veel geleerd ook. En vooral op het gebied van productie. Ja, we hadden verwacht dat we eigenlijk een paar maandjes bezig mee zouden zijn. Maar uiteindelijk is dat veel langer geworden. Het duurde allemaal langer. Heel veel problemen zijn we tegengekomen. We stonden uiteindelijk met ruim 35 man op de set in Erp. En zoiets, weet je, we zijn gewend heel kleinschalig te werken. En nu werkten we met goede acteurs, met figuranten. Ons doel was om onze kennis toe te passen, maar ook weer ons zoveel mogelijk uit te dagen. En dat doen door gewoon eigenlijk in de diepe te springen. En dat hebben we gedaan. En ja, eigenlijk vanaf het begin al. We waren heel druk bezig met het idee. Dat was eigenlijk de eerste fase, het idee schrijven. Toen wisten we al van, ja, we hebben eigenlijk altijd leuke sketches gemaakt, maar we hebben niks gedaan met echt een verhaal, echt een stukje diepgang. Dat was iets dat we echt hierin wilden stoppen. We zijn 2 jaar geleden bij elkaar gekomen en toen hebben we gezegd van, weet je wat, kijk, het fictiewereldje, dat is echt super gaaf. We hebben altijd wel een beetje gedacht, als we naar een film kijken, van zo is het gaaf, zo is het gaaf zijn om dit een keer te kunnen maken. En toen zijn we bij elkaar gekomen, toen zijn we gewoon video's gaan maken. Uiteindelijk besteden wij honderden uren aan het maken van een video, omdat wij het puntje precies willen hebben als het gaat om beeld, het gaat om geluid, het scenario, alles erop en eraan. Het moet gewoon goed zijn. Oeh, dat was close. Wij houden van film en dat is een heel groot verschil vergeleken met YouTube en social media. Film is echt totaal, totaal anders. En dat is lastig. Het is wel echt een struggle. We zijn echt een lastige tijd doorgegaan wat dat betreft. We zijn, weet je, dat je zelf kapot werkt voor views, voor kijkers, een aantal duizenden kijkers. Ten opzichte van iemand anders die een vlogje maakt op een dag en die daarentegen dan honderdduizenden, misschien wel soms een miljoen kijkers haalt. En dat is op een gegeven moment best demotiverend. Yeah, well guys, I'm putting this crazy suit on. I think it looks absolutely ridiculous. Yeah, it does. What if you would get a boner in that suit? Yeah, well that's why I keep my jeans on. Yesterday I tried without jeans, but yeah, you know, then you see the, you know. Johnson. Ja, maar daar houden we het erbij, simpel. Ja. Maar even focus op de basis. The dog really loves the green skin suit. Oh my god. Love it. Stop it. Ik kan hier geen dolly meer maken. Fact, ik heb het al gezien. Jans wants to make a dolly. So yeah, this is how we make a dolly. And it has been an awful day, isn't it, Jans? We started at 7 p.m. Nou, voortkomend uit die video's die we maakten met die real life animaties met Teddy Bear Ted, Minion Dave, kregen we wel degelijk views en aandacht op Facebook. Miljoenen views zelfs. Sommige video's die 20, 30 miljoen views haalden. Fuck you! You have much to learn. Yeah.
didn't expect that, did you? Maar op een gegeven moment hadden we zelfs dat we voor onze video's genomineerd waren in Los Angeles. Hebben we Web Awards gewonnen. Wat in principe veel kleinschaliger is dan dat het in de media komt. Want uiteindelijk in de krant wordt er gesproken over dat we Oscars, Web Oscars gewonnen hadden. Nou, in principe valt het allemaal wel mee. Alleen krijg je dan op een gegeven moment toch wel van het ene komt het ander via bijvoorbeeld Endemol. Die waren geïnteresseerd in wat wij doen. Endemol is natuurlijk een heel groot bedrijf, gigantische business. En wij daarop gesprek, in principe een goed gesprek gehad. En zij wilden graag dat wij met onze skills en dingen die wij kunnen, daar bij hun op kantoor gaan zitten. En we moesten dan weg tussen de varkens hier in Gemert. En we moesten daar naartoe en dan zouden we een kantoortje krijgen. Alles huisje, boompje, beestje. Maar we moesten wel alles, onze eigen creativiteit moesten we enigszins loslaten. Want we moesten voor hun producties gaan draaien. En dan is het toch zo dat er bij mij en Wout een soort van een knobbel zit. Dat we weten dat we nog veel verder kunnen gaan. En dat we nog zomaar niet moe gestreden zijn op de manier zoals we bezig waren. Dus nadat wij veel met Ted bezig zijn geweest, op een gegeven moment kwamen we ook in een soort van een routine, want je gaat veel video's maken waarbij er eigenlijk weinig uitdaging ligt in die video's. En waarbij je ook niet het resultaat en de kijkers en het financiële model haalt wat je uiteindelijk wil bereiken. Ik was daar eigenlijk best wel klaar mee. That's it. Op naar iets nieuws. Gewoon helemaal iets anders. Laten we eens een keer iets doen met actie, met de vechtscène. Dus we hebben op een gegeven moment Woody vs. Joker gemaakt. En daar kwam echt tot uiting wat wij kunnen als klein team zijnde. Wat kan bijvoorbeeld de Matrix, wat wij niet kunnen? Oké, daar zijn natuurlijk effecten bij. Maar heel veel dingen, als je een beetje creatief denkt, kun je zelf een heel eind komen. 3, 2, 1. Oké, dus dit krijgen wij voor elkaar met zo'n ongeschoold team, want dat is waar je het over hebt, een team wat een beetje bij elkaar geraapt. Dan denk ik dat we nog veel meer voor elkaar kunnen krijgen. We moeten een korte film gaan maken. Dat was voor ons de logische volgende stap. Iets langers, iets waar je meer verhalen kwijt kunt. That's it. En dat is eigenlijk hoe dat EVAC is ontstaan. Wat is er nou echt nodig om iets te maken wat goed is? En dan kom je erachter dat we in principe echt alles in huis hebben om dit te doen. We've got everything. We kunnen monteren, we kunnen filmen, we kunnen muziek kunnen we componeren. We hebben alle tools om dit gewoon te doen. Dus daarom, met snelle gas erop. 3, 2, 1, actie. Oh, cap! Fuck! Sniper! Sniper, take cover! Holy shit! Enemy fire on safe, 6 o'clock! Bravo, this is Alpha 6. We're under attack. I repeat, stay low! Stay low! Troops ahead! It's gonna be alright, Dan. It's gonna be alright, medic! I need a medic over here! Het camerawerk van EVAC is echt extreem en ik ben nog nooit zo ver gegaan als het gaat om camerawerk. En het gaat er niet om de technische dingen zozeer, maar vooral ook als het gaat om de omstandigheden. So we got another shoot in Russia. How are you guys doing? Yeah, we speak fluent Russian now. Vladina Vysoki. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Boven het vriespunt gedraaid. Het heeft eigenlijk altijd gevoeld, het is altijd koud geweest. Echt super koud. Uiteindelijk hebben we zelfs dus een dag gehad dat ik daar sta met mijn camerasysteem. En dat alles begint te bevriezen en dat alles nat begint te worden. En dat ik zelfs op mijn camera zie dat het display, dat alles gewoon helemaal begint te trippen, weet je wel. En dat ging gewoon bijna helemaal fout. En dat is een super dure camera en die dingen die ga ik gewoon echt nooit meer doen. Jullie controleren ook het weer niet. Dus, en omdat bijna alles buiten was, sneeuwde het ook wel eens gewoon. En dan is het best wel heftig, want dan is het gewoon echt heel erg koud. Dus
dan heb je nog steeds wel 15 laag kleren aan en je ghillie suit. Maar als dat nat wordt, dan wordt het wel, dan is ook gewoon alles zeiknat. Okay, oh shit. Sickness is about to hit us. Het is net Hollywood hier. Het is net Hollywood. Het fucking sneeuwt niet in LA, maar hier wel. We hebben heel veel ook met de Steadicam gedraaid. En de Steadicam is een systeem waar je wel gebruik van moet maken als je, ja, in zo'n omstandigheden. Omdat je zo'n bijvoorbeeld in de bossen filmt of in het wijde landschap filmt, is de grond is heel instabiel, weet je wel. Overal gaten, kuilen en whatever. Dus is er de Steadicam ontwikkeld, waardoor de camera gewoon recht blijft zweven. En dan zie je geen bobbels en geen hobbels en blijft toch alles heel strak en professioneel. En toen gingen we naar de point-of-view opnames. Ja, toen ging ik het camerawerk doen. We hebben al vaker point-of-view gefilmd met Ted, met Ted Plays Call of Duty. Echt, mijn nek ging naar de kloten. We hadden een testje gedaan. Dat was allemaal superleuk en aardig, maar ik denk van ja, dat ga ik niet meer doen. Kijk, Evac is gemaakt met een jong team. En dat is echt een team van mij, Wout, en een paar stagiaires en Timo. Vooral wat betreft Evac, wat eigenlijk heel klein begonnen is, de weg die het vervolgens heeft gekregen tot het eindproduct, daar had ik nooit zo gedacht of nooit zo durven dromen. Weet je. Het hele spel is veel groter en zo geworden. Steeds meer mensen bij betrokken. Ik denk dat er misschien wel meer dan 100 mensen uiteindelijk mee gemoeid zijn geraakt. En dat is gewoon het gave aan film maken. Vooral de weg daartoe. Het is cliché, maar echt Evac is het perfect voorbeeld ervan. Ja, we hadden een paar geluidsmannen, we hadden camera, cameraassistent, regie, productie, make-up, visagie, special effects. Dus gewoon mensen bij wie een been eraf gemaakt moet worden. Dus eigenlijk was dat stiekem wel de gaafste dag qua opnames betreft. Jotter is een onderwerp apart. Die gast speelde dus de slechte Rus in de film. Dit keer zou hij de Russische commandant spelen. Hij heeft sowieso al echt een fucking badass uiterlijk. Hij ziet eruit als een fucking bandiet, als een boef. Dat weet hij. Ja, Piotr, dat weet je. Ja, hij had gewoon iets. Deed supergoed en hij was heel erg betrokken bij het project. Hetgeen waar hem eigenlijk zo uniek maakte voor ons, is dat hij dingen kon die wij niet konden. Kijk, wij kunnen monteren, wij kunnen special effects, wij kunnen film maken. Maar wij zijn ietsje minder handig met de handen. En met bepaalde simpele creatieve oplossingen. En Piotr is daar gewoon heel handig in. Die kon alles maken, dat wisten wij vanaf dag 1 al. En vanaf dat moment, hij is gewoon betrokken geraakt bij onze productie. Hij is dus ook gewoon de productie gaan doen voor Evac. Met daarbij het hoogtepunt denk ik het kamp, wat de kampscène die we gingen doen. En de dag voor de opnames zei hij van ja, ik blijf hier wel bij dat kamp. Want ik wil niet dat hier alles vannacht meegenomen wordt of gestolen of whatever. Nou, toen... Dat kreeg ik weer in mijn hoofd. Nou, als ik dat nou weer allemaal neerzet, 's morgens vroeg, en we gaan vroeg filmen. En er zou douw overal op de bomen liggen. Dan ligt het niet op de tenten, niet op de munitiekistjes, niet op nergens op. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga de dag ervoor opzetten en ik blijf gewoon 's avonds slapen. Dus ik ben er bij -6, ben ik daar in de bossen gaan liggen. Wat heel veel mensen heel raar vinden, maar met een goede slaapzak, een vuurtje en goede zin, is dat helemaal niet zo erg. Echt gewoon niet meer. Nee. Je ziet gewoon die afvang of zo. Daar zitten ze. In het kamp. Je ziet helemaal niks hier. En Piotr zit al in het kamp, heeft het kamp helemaal klaargemaakt en je ziet niks. Als je af en toe de lamp schijnt. Ga eens even kijken. Oh. Even kijken of je nou iets. Zie ik eigenlijk iets? Is er meer licht? Huh? De vuurtje stoken, ja, ik wil dat even filmen. Man. In zijn eentje, met een vuurtje erbij, -6, en no fucks given. Ik heb hier vannacht geslapen om de spullen een beetje te beschermen. Dat was tot -6, maar goed te doen, met een fijn slaapzakje. Dus, de eerste keer dat ik binnenkwam bij Nick en Wout op kantoor, toen
om het even wat een en ander te bespreken over de film, over wat ze nou precies wilden. En ik dacht, oh jee, die mannetjes die gaan hier even een film maken. Ik denk, dat gaat die niet worden. Maar al snel kwam ik erachter dat ze toch wel heel erg serieus waren. En toen kreeg ik te zien wat Nick al gemaakt had en Wout al gemaakt had, wat ik eigenlijk voorheen eigenlijk helemaal niet kende. Ja, toen ben ik me daar iets meer in gaan verdiepen en toen kreeg ik toch al snel heel veel vertrouwen in ze. Maar ze hadden wel een hoop plannen, want ze wilden met panzervoertuigen gaan rijden en ze wilden een hoop wapens in beeld en explosies en noem maar op. Rijd niet naar de socket! Nou, toen kwam het verhaal dat er een kamp gemaakt moest worden. Dus een echt militair kamp. In de Erpse bossen. Nou, daar heb je materiaal voor nodig. Dan kun je niet met 5 man in de bossen gaan staan. En dan vervolgens denken dat er een militair kamp is. Dat gaat niet. Er moeten tenten staan. Er moet van alles zijn. Munitiekisten, slaapzakken, watertanks, benzinetanks. Alles. Tot een gevild konijn naartoe. En de volgende dag, toen was het raak. Hè. Toen stond er volgens mij in mijn hoofd tegen de 40 mensen op de set. Ik vind het gewoon heel leuk om juist de dingen die waar sommige mensen heel moeilijk tegenaan kijken. Van, dat is toch niet te regelen, joh. Dat is niet te regelen. Het is allemaal best makkelijk te regelen. Met een beetje goodwill van mensen. Maar ook duidelijk zijn. Mensen laten zien waar je mee bezig bent. Mensen vertellen waar je mee bezig bent. Zelf enthousiast zijn. Als je zelf enthousiast bent, maak je mensen enthousiast. We zijn hier vandaag in Overloon en we hebben voor onze film een hele hoop staf nodig. Echt voor de gekste dingen, van legertenten tot camouflagenetten. En er is eigenlijk geen betere plek dan hier in Overloon. We gaan even naar Gunta, naar binnen, want dat wordt gezellig. Gaan we naar binnen? Ja, ik ben Mark Berg. 5 jaar zelf, maar ik aangezet op Tabasso. Hoeveel laat ik? Ja, nee, ik dacht om iemand... We gaan een film maken. Ja, nee, dat is goed. Ja, toch? Schrijf jij hem op? Ja, nee, we moeten de meisje even daarbij laten schrijven, dan is goed. Ja, super. Genoeg? Ik denk het wel, Piotr, hebben we genoeg? Ja, we hebben het, of niet? Helemaal in het begin. Want je ziet me niet aan het slapen. En ik is een naam gezopen. Ja, dat zie je. Het is geen slaapzakken. Jawel. Heel goed, heel goed. Moeten jullie ook nog een kerstmaat? Moeten wij een jongen? Dank je wel. Je gaat het zien. Ja, dank je. Wat ik ook erg fijn vond, was dat er dus echt heel veel bekenden van mij die ik zelf gecast heb. En stond ik best wel van te kijken, want ze hebben het echt allemaal goed gedaan. Niet eentje heb ik gedacht van shit, die heb ik alleen maar gevraagd met een vriend is. Super trots op gewoon, dat ze het echt allemaal echt goed hebben gedaan. Iedereen heeft gewoon echt full pool ingezet. En daar ben ik heel trots op en iedereen mag er heel trots op zijn. Oh kut, ik kom trouwens nog in beeld, of niet? Ik wou zeggen, we moeten er niet op blijven zitten. Even wachten. Nee, ik kom niet op beeld. Kom dan maar op, hou het op gewoon minimaal. Twee, minimaal gewoon. Minimaal. Maar als je dan weg... Minimaal. Okay. Als ik door ga lopen, zet je hem op gewoon weer Infinity. Deed je ook Infinity door. Ah, fuck. Gonna be alright, medic! I need a medic over here! Stay low. Stay with me, Dan. Stay with me. Medic! Tim. Een geniale gast, die, hij kan geen noten lezen, maar hij kan wel muziek maken. Ik wist van tevoren niet dat hij zo goed was. Hij heeft uiteindelijk gewoon een super gave soundtrack gemaakt. Dat is gewoon echt een luxe en, dat is gewoon, en dan krijg je ook echt een stijl in je film. Dan wordt het niet random bij elkaar geraapte muziek. Het begint natuurlijk met het verhaal. Dus ik ga het verhaal in me opnemen. Hij vertelt over twee jongens die in het gras alleen zitten. Een hele team is net gekild. Wat doe je ermee? Dan krijg je toch een soort, hoe noem je dat, een sfeer in je hoofd. He's gonna light it up. Shit. En natuurlijk gaat dat niet in één keer goed, want je stuurt een hoop sketches. En uiteindelijk is het iets van, ja, dit past. Het grappige is dat ik eigenlijk helemaal geen noten kan lezen en ik heb ook eigenlijk praktisch geen muziekles gehad.
het begon eigenlijk een beetje met gewoon een beetje spelen op een keyboardje. En op een gegeven moment, dat is wel grappig, mijn juffrouw in de basisschool vertelde mij, je kunt met deze noot en deze noot, die passen goed bij elkaar. En dat is bij mij zo goed blijven hangen. Dat ik op een gegeven moment verder ging zoeken, welke noten passen dan nog meer bij elkaar, weet je wel. Zo ben ik daar een beetje mee begonnen. En uiteindelijk ben ik thuis met muziekprogramma's mijn eigen soundtracks gaan maken. Maar dan nooit echt aan een project meegewerkt. En dat heb ik nou dus wel kunnen doen. Alleen die viooltjes die je daar hoort, ja. Dat is vet als je die net daarvoor neerzet. Ja, dat is prima toch? Ja, de eerste vind ik niet. Dan zou ik dit doen. Laten we zacht inkomen. We waren bezig aan de trailer. En er was één stukje waarop de sniper schoot. En daar kon meer uitgehaald worden. Dat hoorde ik gewoon en dat hoorde Nick ook. En wij zaten daar letterlijk 2 uur op. We hebben 1 uur erover gepraat. Over een scène van 1 seconde. Понятно. Boom, sniper! En uiteindelijk was het wel perfect. En dat is echt het fijnste, dat is het beste gevoel aan wat je kunt krijgen van dit soort werk. Het kan wel, maar ik weet niet of het echt zin heeft om hier nog shit toe te voegen precies op dit schot, want dan wordt het misschien net iets te druk. Misschien nog een hoog geluidje. Hij heeft echt gewoon voor een bepaalde unieke soundtrack gezorgd. En ja, Tim is echt een geniale gast. Echt geweldig. En die gaan we ook veel meer zien in de volgende producties, dat weet ik zeker. Met die gasten wil ik samen blijven werken. Op het moment dat jij vraagt ook om bevestiging. Als jij je ding hebt gezegd, is dat clear? En dan is het yes sir. Dan horen we all over the place staan. Captain heeft ook echt zo van what the fuck. En ja, een paar van jullie kijken misschien, maar het is niks serieus. En een aantal gaan gewoon door met hun werk, maar iedereen komt wel in beeld. Dat is nou wat we dan gaan doen. Kapitein in beeld. Hoppakee, en ik draai hier weer mijn rondje. Intussen ben jij half wakker aan het worden. Dus ik wil jou hier zien uittrekken dus. Uiteindelijk was het heel moeilijk om voor Evac acteurs te vinden. Ja, we hebben geen budget. We wilden een casting doen. En we hadden een castingbureau hadden we contact van kunnen jullie acteurs voor ons zoeken? Ja, dat kunnen we. Sturen project door, dat willen we best wel doen op vrijwillige basis. En toen in één keer, 2 maanden later, contacten wij van ja, hebben jullie toevallig al iets gehoord? Denk je nou dat we dat voor niks van gratis gaan doen? Terwijl we dat wel ja, duidelijk hadden besproken. En al lang contacten, filmvacature sites. Hebben we uiteindelijk 2 hoofdrolspelers. De 2 lead actors in onze film. Die hebben we gecontact en ze waren allebei razend enthousiast. Bleek het ook nog dat ze buddies van elkaar waren. Ik kon niet op wat ons betreft. Als er tussen hun een band is in het echt. Dan kunnen ze die band ook overbrengen in de film zelf. Ik ben Michael, de Roos van de Bloem. Ja, de Roos. En ik speel Nick in de film. We zijn nu de scène aan het filmen dat de kapitein werd doodgeschoten. En dat ik achter deze, zie je deze? Check maar. Achter deze wortel schuil ik en dan schiet ik de Russische sniper dood. Dus dat gaan we zo meteen draaien. I'm fucking excited. Dit is een shotgun, heeft verder niets mee te maken, maar... Het werkt wel. Ja, ik ben Angelo en ik speel Eric in de film. Ja, Eric is het hulpje, ja. Ja, Eric is het hulpje. Het hulpje? Het hulpje. Nee, je bent helemaal niet mijn hulpje. Je bent gewoon een zieke sniper, maar ik ben gewoon beter. Dus ik daarom ben ook doe een sniper. Ik werd best wel vroeg gecast, volgens mij, in het proces. Jullie vroegen mij of ik een tapeje in wilde sturen. Nou, dat vond ik natuurlijk super vet, want ik had het script gelezen en ik dacht, oh man, nou, we gaan nu eindelijk een actiefilm maken in Nederland. Normaal is het altijd, oh, ik hou zoveel van je en oh, mijn kind en al dat soort shit. En nu was het echt met guns en zo. Dat stond gewoon al in het script, dus toen dacht ik, fuck, ik wil dit echt spelen. Dit is mijn eerste project in Nederland nadat ik 8 jaar in LA heb gewoond. En ik ben op het project, bij het project betrokken geraakt door Michael, omdat hij iemand nodig had die goed Engels sprak. En daar kwam ik voor in aanmerking, dus toen dacht ik, ja, top. Helemaal goed. Het draaien van Evac was echt heel bijzonder, omdat dat ten eerste de eerste keer was dat ik iets ging draaien met een hele goede vriend van mij. Dus ik ken Michael al heel erg lang, dus om hier samen aan te werken, dat was super tof. En ik heb volgens mij ook nog nooit iets gedraaid waarbij ik het zo koud heb gehad.
Maar door iedereen's motivatie te zien en gewoon het plezier waarmee iedereen aan het werk was, dacht je dan toch van ja, we gaan toch gewoon door met z'n allen. En ja, dan deed je het toch maar. Maar het was heel bijzonder. Het was heel mooi. 2, 1. Toen ik de rol kreeg van Eric, dacht ik echt, oh my god, nu moet ik echt aan de bak. Want een militair is echt het meest compleet anders wat ik zou kunnen spelen. En dat staat echt het meest ver van mezelf af als het maar zijn kan. Dus ja, toen moest ik aan de bak. Ik heb juist op de set heel veel geleerd van de mensen die daar waren, die geen acteur waren, maar die bijvoorbeeld een militaire achtergrond hadden, die naar mij toe kwamen gesneld en zeiden, nee, je moet net je vinger zo net anders op dat geweer leggen, weet je wel. En dan dacht ik, oh, wat fijn dat zij er zijn. Super fijn om samen te werken. Ja, heel goed. Maar ja, een film staat niet op 2 acteurs. Uiteindelijk, we hebben superveel figuranten nodig gehad. We hebben onze Captain Price, Dick van de Pol, jongen. Netjes. De Russische commandant, allemaal Russische figuranten. Maar er was nog geen eentje bij die ooit maar een wapen vastgehouden had. Dus, nou, daar heb ik dus wel een beetje ervaring mee uit het leger. En ik ken ook een hoop jongens, dat is Dick en James en Rob, die dus wel ervaring hebben. Ik denk, nou, als we die eens bij betrekken, dan komen we al een heel eind verder. Hier loopt. Dick 4.4. Komt ie aan. 3, 2, 1. Actie. The boy starts lacking focus after all. Mm-hmm. How's Eric doing? The boy's doing fine, sir. Accuracy, communication. Ik ben Dick van der Pol, ik ben 42 jaar, kom uit Gemert. En ik speel kapitein in de film. Ik ben aanraking gekomen met die gasten. Ik stond bij Jos Maas een bak koffie te drinken. En toen kwam Piotr binnengelopen. En die begon te vertellen over wat is er bezig gegaan met een project in Gemert, een filmproject. En die liet een klein filmstukje zien wat ze al gefilmd hadden. En ja, ik ben oud militair en veteraan. Dus ik, ja, dat sprak me natuurlijk meteen aan. Ik weet nog wel dat hij bij ons kwam over de vloer. Van, Piotr zegt, ja, die gast is misschien wel interessant. En dan kijk een beetje hoe hij eruit ziet voor de kapitein. En de flinke baard en zo. Oké, nice. En hij komt al binnen en hij geeft mij een hand. Hey Dick, weet je wel. En zijn stem is al meteen best wel episch en gaaf. En er stond gewoon al een kapitein. Zeemanblusje. Oh. Sta me kapot. Boek! Erik? Een wapen? Terug naar Erik? Wapen? Fuck the shit! Nou, ik ben dus James, in de film beter bekend als Trevor. We gotta get out of here. In het dagelijks leven heb ik een eigen beveiligingsbedrijfje. Ik ben ex-militair, 12,5 jaar bij Defensie gezeten. Nog steeds actief af en toe in crisisgebieden, alleen dan als ZZP'er. En ik ben benaderd voor deze film door Piotr. Ja, mijn interesse was meteen gewekt. Oorlogsfilm, altijd leuk, kijken wat daar te doen is. En zodoende ben ik er een beetje ingerold en terechtgekomen voor het eerst in een studio in Gemert. Tijger aan die kant op, via de sloot, lekker laag blijvend. Je kijkt een keertje, geen vijand, pakt hem vast. Nou, wat ik zelf wel heel fijn vond in de film is dat ik heel veel vrijheid kreeg door Nick en Wout. Ook om ja, mensen te helpen, want er lopen een hoop mensen die hebben nog nooit een wapen vastgehad. Nou, en als professional let je wel op een paar dingetjes, vooral de details. Bijvoorbeeld, hoe hou ik mijn wapen vast? Sommige mensen die staan zo te schieten, nou, dat gaat je wapen niet doen, zeg maar. Je wapen gaat gewoon een beetje naar achter. Je moet hem zo vasthouden, als je schiet moet je zo doen. Dat vond ik heel fijn, daar werd heel veel rekening mee gehouden, want ik hou zelf heel veel van de details. En ik ben er ook van overtuigd dat die in de films terugkomen. Het verplaatsen met wapens, 2 snipers die wegrennen. Jij gaat niet zomaar wegrennen zonder achterom te kijken. En ja, je wordt moe en je zit in een stresssituatie, je gaat kotsen tijdens het rennen. Dat soort dingetjes, daar is heel veel mee gedaan door Nick en Wout vooral. Nou, als je dan kijkt, als ze de kamerpakken aankrijgen en ze krijgen een wapen in de handen. En die jongens transformeren naar het echte militair zijn. Ja, dat is gewoon mooi om te zien. Let's go. Come on, let's go, Eric. Go! Go, leave me! No. You gotta leave him, come on! Nou, het acteren viel eigenlijk in het begin
best wel een beetje tegen, omdat ze bepaalde gezichtsuitdrukkingen willen hebben. Stukjes van je moet zo ademen, of bij dit stukje moet je zo kijken, of je moet dit ervaren. Ik zelf had nog nooit geacteerd. Nor did the officer. Same old, same old. Yeah. Het was niet moeilijk, ik werd goed begeleid door Nick en door Wout. Want ik heb de eigenschap om snel te gaan lachen. Die me tijdens de hele filmset af en toe 6 of 7 keer een take opnieuw laat opnemen omdat ik te veel lach. Kan gebeuren. Ja, dat viel niet mee. Nee, ik had er aardig wat teksten voor mijn doen voor mijn neus gekregen. Ze kwamen eerst met een rolletje in onze film. Ik denk, oh ja, daar gaan we wel voor. Nou, ik kreeg meteen een beeld tekst voor mijn neus. Daar schrok ik van. Dan Steve, clean up this mess. We're in the war zone, boys. Listen up. Stop. Ja, dat is nee, de eerste keer, ja, jezus. Je staat op zijn set en in één keer een hoop gasten die om je heen staan. En ja, jij bent de kapitein en jij moet het daar in één keer doen. Ik ben nooit niet verder gekomen in dienst als korporaal. Dus dat alleen al was in één keer staat iedereen naar jou te kijken. En ja, ik zeg al, ik heb heel veel gehad aan de acteurs die aanwezig waren. Hè. Hoe gedraag je je? Wat ik zelf wel een beetje spannend vond aan de film is dat je daadwerkelijk ook met special effects gaat merken. Je werkt met collega's, buddies die half afgeschoten op de grond liggen. Dat was voor mij wel een hekelpuntje, omdat je op uitzending ook wel eens wat dingetjes meemaakt die minder briljant zijn. Dus dat was af en toe eventjes slikken, maar dat resulteert er ook weer dat het dusdanig realistisch is dat het echt een film aan het worden is. Ja, Timo die was natuurlijk al met behoorlijk wat dingetjes aan het intekenen en noem maar op. En eigenlijk zo min mogelijk van willen zien. Want ik wil dadelijk gewoon het eindresultaat in zijn geheel kunnen zien. En ik vertrouw er gewoon op dat ze aan de gang gaan met de tips die we ze gegeven hebben. Vooral de andere jongens, de oud-militairen. En ik ga er gewoon vanuit dat er gewoon een keihard blitse vette film gaat worden. Daar ben ik echt niet bang voor. Ik denk dat het er zeer, en zeker voor de middelen die ze hebben, met het low budget wat ze hebben en wat ze hebben gedaan, dat ze echt iets op doek gaan zetten waarvan je zoiets hebt van dat is knap. Zeg maar Nick en Wout, hè? Schouderklopje voor jezelf. Hey Nick en Wout, bedankt dat ik in de film wil meespelen. Het was me een waar genoegen. Alleen ik denk dat ik het nou iets drukker krijg met wat serieuze opdrachten. Dus daar ga ik nou mee beginnen. Mazzel! En toen kwam het idee van Wout om het naar een soort van next level te tillen. En dat was met Sam. Oh ja, Sam, met een kind in het script. Ja, tot nu toe hadden we alleen maar actiescènes gehad en een klein beetje dialoog. En toen kwam een stukje diepgang en dat kwam eigenlijk met die kleine, met Sammetje. Eigen wilde manneke, geweldig. Ik kon er echt mee lachen. Maar had gelijk door de acteren dat er wel iets speciaals was en hij had wel het idee van hoe je het moet doen, snap je? Hoe je echt in je rol komt en ja, op de set, maar ook gewoon als we aan het opnemen waren. We hebben zoveel moeten lachen om hem en hij deed toch gewoon supergoed. Hij ligt op zijn piemel. Het kind, de kinderen die zich aanboden, zie je dat acteren toch lastig is. En uiteindelijk heb je zoiets van, weet je wat, laten we hetzelfde doen als met Dick, hetzelfde doen met James. Gewoon mannen vanuit hier, daar kunnen we mee oefenen. Die gasten die kunnen we een keer langs laten komen, kunnen we auditie laten doen. En dan gewoon specifiek uitleggen wat je wil. En dat hebben we met Sam ook gedaan. Sam die kwam bij ons langs. En het is echt een heel pinter mannetje. Hij was toen nog 7 jaar. Hij had echt ook al bepaalde dingen dat hij op een gegeven moment mij, dat hij wat een auditie deed. Ja, maar als we nou eens gewoon daar naar het veld gaan waar we kunnen filmen, dan kan ik voelen hoe dat daar is. Weet je wel. Dus wat die jongen eigenlijk zegt is dan, als we nou, ik wil mezelf beter in kunnen leven in deze situatie. Dat is wat hij zegt, op een kinderlijke manier. En toen had ik zoiets van, wow, deze jongen dit is echt een slim mannetje. En dus uiteindelijk zijn we met hem ook gaan draaien. Het vroor die dag, het was ijskoud en hij moest er in zijn hemdje zitten. Het was eigenlijk super zielig wat er moest gebeuren. En hij had het op een gegeven moment ook voor het gehad. Hij had er ook geen zin meer in en het was koud. Hij moest elke keer zijn jas over zich heen krijgen. En ik was ook gewoon bang dat hij ziek werd, weet je wel. Want zijn moeder was er ook gewoon bij. En ik had ook echt zoiets van, oh shit, weet je wel. Je wilt toch niet op je geweten hebben dat iemand nou echt gewoon super ziek gaat worden voor zoiets. En doen we het wel goed of whatever. Maar op een of andere manier voelt het dan wel, oké, het gaat net op het randje. Kom op, nog even een paar takes doen. En
toen draaiden we de take die we moesten hebben. En die blik in zijn ogen, die gaat hij heel zijn leven niet meer vergeten. En uiteindelijk is dat stuk in de film gewoon uniek en dat tilt het echt naar een hoger niveau. De eerste keer dat ik kwam was het een groot gat met pistolen en walkie-talkies en een ketting. Wout, alleen Wout en nog een andere, die weet ik niet meer zijn naam, moest in een gat liggen met zand over hem. Kan iemand even op mijn neus krabben? Ja, ik dan! Onder zijn neus? Ja. Nee, je moet gewoon even... Nee. Pakken! Gewoon zo'n hoofd. Ja, man. Oké, en dan doe je dat doekje op mijn neus en dan knijp je een beetje in mijn neus. Wat? Ja. Ik wilde het allemaal doen. Super. Ja, dankjewel. Wat je eigenlijk vindt, dat kan ook zo. Het was je eigen plan om hier eens te liggen in het zand. Ja, precies. Ik moest elke keer daarna een dekentje om en ik had het koud. En op een gegeven moment kwam ik in de krant. Dat vond ik cool. En toen ik op school kwam, toen... een paar kinderen die geloofden het eerst niet dat ik in de film meespeelde, maar toen wel en toen was ik filmster. Ik heb heel veel zin in de première en hoe we daar naartoe gaan doen in de limousine. En daar ga ik zitten. Wij moeten het goed. Ja, maar ze even hier zo. Oh, dankjewel. Kom maar. Oh, dit kan niet gek worden. Als echte Hollywoodsterren werden Nick Jansen en Wout Kanters gisteravond in Veghel onthaald. Na maanden hard werken ging hun wens eindelijk in vervulling. Hun eigen film op het witte doek. Zo, ik ben best wel zenuwachtig. De eerste keer een film op het grote doek. Heel leuk en ja... heel druk. Op het moment dat je die limo uitstapt en al die mensen en dan ook fotografen en camera's, ja, dat is wel meer dan verwacht. En dan kun je alleen maar lachen en dan overdondert alles een beetje. Ja, geweldig. Kijk, voor ons is deze film een portfolio stuk. Dus als filmmaker zijn, dan gaat het om wat je gemaakt hebt. En dat kun je laten zien en dat opent deuren. Dus daarom zijn we die film ook gewoon gaan maken. Uiteindelijk merk je gewoon met deze productie, omdat dingen zo uit de hand gelopen zijn en dat er zoveel meer mensen mee gemoeid zijn geraakt. Je wil die mensen eigenlijk allemaal bij elkaar brengen en eigenlijk allemaal bedanken voor wat ze gedaan hebben. Want iedereen doet het allemaal voor niks en omdat ze het leuk vinden. Maar ik bedoel, we hebben daar wel in Erp ook een hele dag daar gestaan en het vroor en er was geen toegang tot wc's en dingen door omstandigheden. Dat is gewoon heel erg zwaar. Dus je wil die mensen ergens voor bedanken. En er is gewoon geen betere manier dan mensen gewoon in een ruimte te plaatsen die donker is. Alleen maar beeld, goed geluid en dat is cinema, dat is de bioscoop. Het is echt een film die niet zomaar gemaakt wordt voor dit budget, nee. En daar ben ik heel trots op en iedereen mag er heel trots op zijn. Ja, het project zit erop en ik moet zeggen, het is een groot verschil met al die kleine dingetjes die we hebben gedaan. Daar ben je wekelijks met de video bezig, je bent wekelijks, snap je, in een jaar maak ik gewoon meer dan 50 video's. En nou ben je gewoon een 4 tot 5 maanden ben je bezig met één project van 20 minuten. Waarbij je echt gewoon film, snap je, echt cinema wil benaderen. Echt Hollywood wil benaderen. En ja, daar wil ik gewoon iedereen gewoon super erg voor bedanken. Op naar het volgende project. What is happening today? What will happen tomorrow? Once upon a time we grew up. You were full of joy instead of sorrow. Buying bricks with well-earned paper. Raising complicated things. They expect you'll do the same. They expect you'll play the game. Play the game. Act the same. Ride the train. A memory lane. Play the game. Act the same. Ride the train. A memory lane. What happens to the fire and the fight? Complicated life. You're depressed, but choose to live. All the mirror reflects his shade. Play the game, act the same. Ride the train, the memory lane. Play the game, act the same. Ride the train, the memory lane.
the truth. Only anecdotes from your youth. Goodnight kisses with a smile, hiding the tears and the thoughts. You are dying while you're dead, you're scared by an empty bed. Play the game.